Welkom bij het weekmenu. Vandaag is mijn beurt om jullie vier gerechtjes te tonen die je bijvoorbeeld al op zondag kan maken. Zodat je de week daarna of de dagen daarna heel gemakkelijk, heel snel iets lekkers op tafel kunt uittoveren. Dat heet tegenwoordig meal preppen, mijn modern woord. En laat dat nu net een van mijn favorietjes zijn, want zeker als je gezond wilt eten, dan is voorbereiding alles. Wat heb ik allemaal in petto? We gaan een bloemkoolcouscous maken met zalmpjes daarbij. We gaan ook falafel maken. Ik ga er een vegan mayonaise bij doen en een heel kidsproof slaatje, want dat is niet altijd gemakkelijk. We gaan quinoa maken. Dat gaan we doen in een courgette met wat kippen gehakt erbij. En we gaan ook nog een ratatouille maken met zoete aardappel. Superlekker allemaal. We gaan starten met onze bloemkoolcouscous en daar gaan we starten met de dressing te maken op basis van olijfolie. We hebben daar maar één eetlepel van nodig, een dikke eetlepel. Die eigenlijk een beetje een vrager van onze kruiden gaat worden, want we willen daar een hele pittige bloemkoolcouscous van maken. Een theelepel komijn, kurkuma. Goed wat zout aan toevoegen. Zo. Kaneel. En een dikke snuif. Gemalen kardemom. Ik ga daar limoen aan toevoegen. Ik ga die zo even masseren om die vezeltjes al los te krijgen. Want ze willen dat ook een beetje fris hebben. Ik vind dit gerecht een heel versatiel gerecht. Een gerecht waar we heel veel kanten mee uit kunnen. Dus eentje die ik bijvoorbeeld ook gemakkelijk een keer in kleine glaasjes gaat doen en als aperitiefhaapje gaat geven bijvoorbeeld. Super tof om als lunch mee te pakken naar het werk. Peper. En dan mag je dat eigenlijk heel even aan de kant. En dan gaan we ondertussen couscous maken. Dat doen we van bloemkool. Zo gaan we die bladeren daaraf snijden. Het is ook heel goed voor de mensen die laag in koolhydraten willen eten. En dus niet te veel tarwe of zo, dan is een bloemkool ideaal. Voilà, ik doe ondertussen die roosjes eraf. Eigenlijk willen we vooral dat roosje gebruiken, omdat dat echt zo die couscousvorm gaat vormen. En dus gaan we zoveel mogelijk van het stammetje eigenlijk verwijderen. Je kunt dat ondertussen opeten bijvoorbeeld, dat is kei lekker. Je kunt dat er altijd nog extra onder doen, maar dat vormt gewoon minder die typische couscousstructuur. Zo gemakkelijk gaat dat. Hè? Voilà, die dressing mag daar volledig over. En gaan we dat goed door elkaar mengen. Voilà, gaan we er nog bij doen. Granaatappel. Dat is zo mijn typische truc die ik doe bij granaatappel. Dat doe ik onder water, dus we hebben dat niet al dat gesplatsch. Het zijn ook zo van die vlekken die je er moeilijk uit krijgt. En dat gaat niet alleen heel veel kleur geven aan ons gerechtje. Maar dat zijn van die dingen dat mensen vaak denken van wow, maar ja, die granaatappel, is dat echt nodig? Ja, dat is echt keihard nodig. Dat maakt echt heel dat gerecht. Dat je zo die zoete toets eraan hebt. Zo. En dat is ook totaal niet erg dat er nog van die witte stukjes in zitten. Want, zoals met heel veel fruitjes, zitten er nog kei veel vitamine in. Rozijntjes. En dan voeg ik er meestal nog zo, gewoon voor die zoete toets, nog iets extra te benadrukken. Nog een beetje kokosbloesemsuiker.
En ik kies uiteraard altijd voor een natuurlijke suiker, omdat er ook nog een beetje antioxidanten en zo in zitten. Uiteraard kun je eender welke suiker nemen. Maar ik vind het altijd goed dat er tisnesuiker, dat er dan toch nog een paar dingen in zitten die ook nog echt goed voor mijn lichaam zijn. Dan gaan we er ook nog wat munt aan toevoegen. Maakt dat ook direct zo'n beetje fris. En het beste is natuurlijk dat je dat als een plantje thuis hebt, een muntplant. Dat is ook redelijk gemakkelijk om te onderhouden. Hè? Niet zoals een koriander, dat binnen de 3 dagen gewoon helemaal valt. Nee, een muntplant, dat groeit veel gemakkelijker. Ook als je dat in een tuin of zo hebt staan, dat kan zo zelfs beginnen woekeren bijna. Hè? En hier ondertussen die takjes aan het verwijderen. Dat fijn hakje. En we gaan dat echt fijn doen, zodat dat heel goed verspreid kan zijn over onze schotel. En ook overal waar je daarin hakt, komt die smaak nog wat meer vrij. En dat gaat ook een heel mooie kleur weer al geven. Hè? Zo, kijk eens, wat een schoon kleurtjes. En je zou bijna denken dat het een echte couscous is. Hè? Het zijn gewoon groentjes. Als laatste gaan we er nog amandelen aan toevoegen. Dan gaan die nootjes zo'n beetje een crunch eraan geven. Ook als ik dat bijvoorbeeld klaarmaak. En nu gaan we dat met zalm maken. Maar soms maak ik dat ook klaar gewoon voor 's middags om er ergens mee te nemen bijvoorbeeld. En als ik dan geen zalm daarbij doe, dan geven die nootjes wat extra verzadiging. En ook zo'n heel aangename crunch. Hoe fijn of niet fijn dat je dat doet, dat is helemaal up to you. En dan gaan we die droog roosteren, dus zonder dat we daar vetstof aan toevoegen. Voilà, een klein beetje geroosterd en dan mogen die er allemaal onder. En dat is het eigenlijk al van de voorbereiding van ons eerste gerechtje. En het is altijd goed om in je keuken zo'n aantal van die goede potten te hebben. Dat je goed kunt inbewaren. Gemakkelijk kunt meepakken naar ergens en zo. Dekseltje daarop. Zo, dan zijn we helemaal klaar om aan ons tweede gerechtje te beginnen. En ik moet toegeven, daar heb ik eigenlijk gisterenavond al een beetje voorbereiding voor gedaan. We gaan falafel maken, een slaatje erbij en vegan mayonaise. Heel ons gerecht gaat helemaal vegan worden hier. Maar dat maken we met rauwe kikkererwten, dus droge kikkererwten. Zeer belangrijk voor een falafel dat je dat met droge kikkererwten doet en niet met kikkererwten uit blik. Wat heb ik gedaan? Ik heb die kikkererwten, 300 gram daarvan, al in een pot gedaan. Ik heb die aangelengd met water, genoeg water, dat die je eigenlijk al kunnen absorberen. Als je dat nu met van die kikkererwten uit het blik zou doen, dan ga je zien dat je falafeltjes eigenlijk uit elkaar gaan vallen. En dat willen we niet, uiteraard. We gaan die straks blenden, dus we gaan alles al in onze blender doen. Gaan we daar peterselie aan toevoegen. Dat mag goed veel zijn. 2 goede handjes. En dat gaat als smaakmaker dienen. Maar peterselie is ook super gezond. Gaan we daar een halve ui bij doen. Dat mag allemaal samen in de blender. Dan mogen daar ook 5 teentjes look bij. Dat is naar smaak uiteraard. Hè. Mijn liefde voor falafel die is eigenlijk vooral gegroeid na mijn reis naar Tel Aviv. Dat is het Walhalla van de vegan food. Dat is ook zo wat voor veel mensen een vleesvervanger. Wordt heel veel door vegetariërs en vegans gegeten. Voilà. Een hele hoop kruiden mogen daarbij. We gaan beginnen met komijn. Dat is het allerbelangrijkste kruid. Goed veel. Zo. Zout mag ook best wel veel zijn. Ga ik 1,5 theelepel nemen. Koriander.
Een beetje peper mag er nog bij. En bij falafel moet je zeker niet te voorzichtig zijn in het kruiden. De eerste keer dat je dat maakt, denk je van, oh my, dat is precies wel heel veel. Maar eens dat dat helemaal gezet is en eens dat er als balletjes uitkomt, dan komt dat helemaal goed. En dan gaan we dat blenden, hè. Zo, nou, voor dat nog een beetje extra binding te geven, havervlokken nemen. 2 eetlepels ongeveer. Dat gaat het deeg worden voor onze falafel. En we gaan dat eigenlijk ook zo bewaren. Zo. Dekseltje daarop. Mag je de koelkast in ook, deze? En dan gaan we meteen beginnen aan onze vegan mayonaise. En meestal denk ik, mijn eerste gedachte is altijd, iets vegan maken, dat gaat veel werk zijn. Dit is de meest simpele mayonaise die je ooit zelf gemaakt hebt. Echt waar. Mega dummy-proof. Niet van alles van, oei, en als die binding niet goed is en dat mislukt altijd. Dit kan niet mislukken. Zeer belangrijk, we gaan dat doen op basis van een zijden tofu. En die gaan we heel even spoelen. Dus ik doe die even in een zeefje. Dat is heel fragiel, dat mag ook in brokken uiteenvallen. Even zo dat nat eruit schudden. Voilà. En een zijden tofu, dat is eigenlijk, zoals elke tofu, gemaakt van sojamelk. Eigenlijk is dat een kaas die dat ze van sojamelk hebben gemaakt. In het potje. We gaan al die zijden tofu erin doen. Dat is 200 gram. En het voordeel is dat tegenwoordig zijn er heel veel mensen die vegetarisch willen eten. Dus al dat tofu en tempeh gedoe en zo, dat komt veel meer op. Dus je vindt dat ook veel gemakkelijker al in de gewone winkel. Je moet wel echt zien dat je voor zijden tofu kiest. Dus dat is een hele zachte variant. Omdat anders gaan ze zo wat van die brokken hebben. En dat willen we uiteraard niet. Gaan we daaraan toevoegen een olie. Vooral voor die een textuur te geven van mayonaise. Ik ga daar 2,5 eetlepel van doen. En het voordeel is, voor je binding maakt dat allemaal niet zoveel uit. Dus je kunt de olie nemen die dat je wilt. Ik heb nu gekozen voor een koolzaadolie. Citroen. Een beetje masseren voor het sap los te krijgen. En dan willen we er eigenlijk ongeveer 1,5 eetlepel citroensap uit krijgen. Een beetje meer of minder, dat maakt niet uit. Hè. Een andere helft die kun je dan de volgende dag toevoegen aan hun thee of in hun infused water bijvoorbeeld. Zo weinig mogelijk verspillen. Wat gaan we nog doen? We gaan daar mosterd aan toevoegen. Gaan we ook een theelepeltje ahorn eraan toevoegen. Je kunt daar nog een beetje meer bij doen als je wilt. Ik vind het wel altijd fijn dat een mayonaise zo klein toetsje zoet heeft. Het is echt heel weinig, dus je gaat dat bijna niet proeven. Dan een beetje zout. Ongeveer een half theelepeltje. Allemaal wel een beetje. Ik ga er ook een klein beetje peper bij doen. En dan rest ons alleen nog te mixen. Zo, zo gemakkelijk is dat dus, hè? Zo, en dan maak je dat ook in de koelkast. Je kunt dat ongeveer een dikke week minstens bewaren. En dan zijn we ook helemaal klaar qua meal prep voor dit gerecht. Onze falafel, daar is het deeg van klaar. En op het moment zelf gaan we ook nog de balletjes maken natuurlijk. En nog een slaatje erbij maken.
Nu ga ik aan de ratatouille starten. Daarvoor gaan we vooral eerst onze groentjes allemaal in de oven steken. Die gaan we al heel even voorverwarmen. In courgette. En een ratatouille is ook zo iets waarvan ik denk dat iedereen dat ongeveer lust. Ook altijd een voltreffer bij kindjes bijvoorbeeld. Hoe chunky dat je die laat, dat is helemaal up to you. Want het is altijd wel smaakvol voor die toch niet te groot te maken, die stukken. Zeker als je ook voor de kindjes kookt. Ons courgette mag al in een grote kom. Ik laat die schil eraan, want in de schil zitten kei veel gezonde stofjes. Dan ga ik met de zoete paprika punten beginnen. En we gaan met een aantal zoete dingen werken. Een zoete aardappel en ook die zoete puntpaprika's. Maar je kunt dat ook uiteraard met een gewone paprika doen. Goed, die gaan we fijn snijden. En zo'n ratatouille vind ik ook typisch nog iets beter dan de dag daarna. Perfect voor meal prep, met andere woorden. En dan zijn die smaken zo nog wat intenser, zo wat meer gemengd. En aubergine mag daarbij. Voilà. Gaan we er nog bij doen. Zoete aardappel. Dat is zoals een gewone aardappel, maar toch niet helemaal. Dus ook iets lager in calorieën, een zoete aardappel. Iets minder zetmeel en iets minder koolhydraten. Dus ook minder effect op je bloedsuikerspiegel. Maar vooral mega lekker. Zo. Dan gaan we daar gewoon een beetje olijfolie op doen. En al een klein beetje zout. Een bakpapiertje. En dan mogen al die groentjes daarop. En je zou dat natuurlijk ook gewoon in de kookpot kunnen doen. Maar ik hou er wel van dat met een oven te doen. Dan moet je er ook niet naar kijken. Dat mag voor 20 minuutjes op 170 graden in de oven. Zo, en terwijl dat kan garen, dan gaan wij al aan ons volgende gerechtje beginnen. Kunnen we de vulling van onze gevulde courgettes al maken. Dat gaan we doen op basis van quinoa. Zo'n 160 gram. Right. Quinoa die gaan we ook zeker moeten spoelen. Omdat quinoa heeft soms zo'n bitter laagje er rond. En dat willen we niet. Zo, en ik werk zeer graag met quinoa. Ik vind dat een heel goed graan is eigenlijk zelfs geen graan, is eigenlijk zaad. Pseudogranen noemen ze dat. Dus dat zijn eigenlijk zaadkorreltjes. Maar je gaat die wel gebruiken zoals een graan. Er water bij doen. Ongeveer een dubbele hoeveelheid. Zo. Dan gaan wij ondertussen al ons gehakt beginnen. Uitje mag al in ons pan. Schutje olijfolie. Een beetje loop daarbij. Een
En ons kippengehakt, hè? En ondertussen is ook onze quinoa klaar. Gaan we daar wat passata bij doen. Een eetlepel of vier. Dat waren er al twee. En dan staan er nog iets twee. Ik ga er ook al kruidjes bij doen. Ik ga daar Provençaalse kruiden nemen. Een beetje kurkuma. Peper en zout. En onze quinoa mag daarbij. Zo, dan mag deze afkoelen, zodat we die straks in een pot in de koelkast kunnen steken. En onze oven is ondertussen ook klaar. Dus, onze groentjes van de ratatouille mogen eruit. Voilà. En dan gaan we er natuurlijk nog onze passata en zo bij doen, voor er een echte ratatouille van te maken. Ik neem daarvoor 2 uien. Terug een beetje olijfolie. En dan mogen al onze lekkere groentjes daar al bij. Passata. Gaan we ongeveer 500 milliliter. Dus dat gaat goed uitkomen. Rozemarijn en thym ga ik daarbij doen. Hopla. Dat ruikt al keigoed. Zo, en dan ga ik er ook nog balsamico op basis van druifjes bij doen. Dat gaat zo die smaak nog net iets voller maken. Peper en zout. Terwijl dat hij nog een klein beetje verder stooft, ga ik onze quinoa al in een pot doen. Ik neem een leuke bewaardoos om dat in te doen. Dus dit is de vulling van onze courgette en die gaan we dan de dag zelf nog prepareren. Dan mogen die nog heel even in de oven. En die vulling is ook gewoon al kei lekker. En dan gaan we ook meteen onze ratatouille wegsteken. Nogmaals, een goede set van die bewaardozen. Het komt van passen. En bij die ratatouille gaan we dan nog een slaatje serveren. Je zou daar ook een stukje vis of zo kunnen bij doen natuurlijk. En stel nu dat je dat zo voorbereidt en je merkt dan, zoals in het begin van de week, dat gaat er niet van komen dat ik dat nog ga opeten. Dan kun je dat ook nog invriezen. Voilà. Dan mag die ook in de koelkast en dan zijn we volledig klaar met onze voorbereidingen. En dus op 1, 2, 3 gaan wij een maaltijd hebben deze week. En dan ga ik jullie natuurlijk nog laten zien hoe we dat gaan afwerken. We beginnen met onze bloemkoolcouscous.
Die hebben we al in de koelkast staan. We gaan daar gewoon een lekker zalmpje bij doen. En je kunt dat uiteraard met veel dingen maken, die een bloemkoolcouscous. Maar met zalm vind ik wel altijd heel lekker. Heel goede vetten vooral, hè? Die omega-3 die dat erin zit. Zo, en als je ervan over hebt, dan kun je ook altijd perfect dat als lunchknop zo meepakken. En hoe zalig is dat niet? Gewoon thuiskomen en het enige wat je nog moet doen, is je zalmje in de pan leggen. En je hebt een heerlijke, gezonde maaltijd. En dat is een beetje naar smaak natuurlijk. De ene wil dat zo wel nog een beetje rozer van binnen dan de andere. Dus doe dat vooral naar uw smaak. Dan gaan we er een lekker stukje bij nemen. Koriander, super lekker. Voilà. En het eerste gerechtje van ons weekmenu is helemaal klaar. In 1, 2, 3 hebben wij een bloemkoolcouscous met zalm. Super lekker. Dan is het tijd om ons tweede gerechtje af te werken. We gaan daar nog bij onze falafel een lekker slaatje maken. Super kidsproof. Dat gaan we met heel veel lekkere groentjes en fruit doen. En we gaan dat extra kidsproof maken door daar sliertjes van te maken. Altijd plezant. Worteltjes gaan we er onder andere in doen. Dus die gaan we heel even schillen. Zo, en nu gaan we sliertjes maken van die wortels. Als je dat niet hebt thuis, dan kun je dat ook gewoon fijn snijden of met een julienne snijder doen bijvoorbeeld. En ook hier maak ik vaak goed veel van. Want ook dit slaatje is perfect om de volgende dag mee naar je werk te nemen, bijvoorbeeld. Normaal neem ik 2 koolrabi's, maar toen zag ik in de winkel een reuze koolrabi. En dan gaan we die een beetje kleiner maken. Gaan we daar ook een rode biet bij doen. En dan gaat dat slaatje ook direct heel veel kleur geven. Zo, dan gaan we er nog een appeltje bij doen. En eigenlijk tot hier hadden we dat eigenlijk al op voorhand kunnen doen in onze meal prep. Maar zo'n appeltje, dat oxideert nogal snel. Dus dat willen we zeker op het moment zelf. Gewoon in stukjes snijden en eronder doen. Voilà, dan gaan we er onze zelfgemaakte mayonaise bij doen. En je gaat zien dat die zoal wat steviger is geworden. Dat hoeft niet al te veel te zijn. Dat is maar om dat een beetje mooist te maken. Voilà. Dan gaan we er nog wat peper en zout bij doen. En dan staat dat klaar voor zometeen. En dan gaan wij onze falafelballetjes maken. Daarvoor gaan we een pan nemen. Ik ga daar kokosolie gebruiken, omdat we op een redelijk hoog vuur gaan koken. En kokosolie is een zeer stabiel.
En omdat het oog ook wat wil, ga er nog wat peterselie bij doen. Voilà. Simpel, na onze meal prep gewoon nog de balletjes rollen van onze falafel samen met een kidsproof slaatje en vegan zelfgemaakte mayonaise. Zo, dan is het tijd voor ons derde gerechtje van het weekmenu af te werken. Gaan we doen met onze courgettes. Die gaan we vullen met ons quinoa mengsel. We gaan van die courgetten bootjes maken. Zo, dat is ons gehakt quinoa mengsel. En dan gaan wij een klein beetje van die een beetje uithollen. En omdat we niet graag dingen verspillen, gaan we dat er ook gewoon zelfs mee onder doen. Ik ga dat zelfs nog een klein beetje kleiner snijden. En dan gaan we onze courgettes vullen. Ik ga die in een klein badje met water steken. Dus ik ga gewoon een bodempje van onze ovenplaat een klein beetje water in doen. En dat is vooral dat hun onderkanten niet gaan verbranden. Hè. Ik ga mijn mozzarella er al bij nemen. Herbe de Provence. Zo, dan maak je dat in de oven op 180 graden voor ongeveer een dikke 20 minuutjes. Niets is beter dan met jou de kou trotseren. Er zijn mensen die naar warme landen emigreren. En dan gaan we die op een bordje serveren. Zo, het derde gerechtje van ons weekmenu is al klaar. Ziet er super gezellig uit, vind ik. Courgettebootjes met kippen gehakt en quinoa erin. Alright, dan is het tijd voor het laatste gerechtje van ons weekmenu, onze ratatouille. Die gaan we terug opwarmen. En die kruidjes ruiken al supergoed. En dan gaan we dat op een middelhoog vuurtje terug laten warm worden. En als dat iets te droog zou worden, dan kun je er altijd nog een beetje water bij doen. Of een beetje tomatenpassata nog aan toevoegen. We gaan daar slaatje bij doen. Een lekkere side dish. Bij een dressing. We gaan iets super simpel doen. Zo, mijn go-to dressing als het niet te moeilijk moet zijn. 2 eetlepels olijfolie. Een beetje zoet. Aan een dressing vind ik het altijd super lekker dat er een klein beetje bijgezoet wordt. Dan doe ik 2 theelepeltjes ahorn bij. De natuurlijke suiker. We gaan daar iets zuurig aan toevoegen. Daarvoor nemen we een citroen, bijvoorbeeld. Een klein beetje masseren.
Meer moet dat niet zijn. En dan gaan we dat zo meteen naar smaak eraan toevoegen. We gaan daar nog een worteltje aan toevoegen. Ik ga dat heel even schillen. En dan gaan we dat gewoon heel simpel raspen. Voor hun dressing zeker niet te veel. Beter wat opbouwen dan ineens heel die pot erover te doen. Zo, die is ook warm. En dan kunnen wij starten met het dresseren van onze ratatouille. En dan gaan we dat nog afwerken met een stukje basilicum. Altijd super lekker en we zitten al zo wat in die typische Italiaanse smaken. Dus dat mag best veel zijn. Je kunt dat ook die basilicum al onder je slaatje doen bijvoorbeeld. Maar ik vind dat zo wel mooi presenteren. Voilà, dit veggie gerechtje, onze ratatouille met zoete aardappel, is helemaal klaar. Je zou daar perfect nog een stukje vis of vlees bij kunnen doen. Maar ik vind het op zich wel sterk dat het ook in de vegetarische variant helemaal tot zijn recht komt. En dat is natuurlijk dankzij die zoete aardappel dat dat goed vult. Ziezo, dit was mijn weekmenu bestaande uit een couscous van bloemkool samen met een zalmpje, een falafel met een kidsproof slaatje en vegan mayonaise. We hadden ook courgettebootjes met quinoa en kippen gehakt. En dan hadden we nog een ratatouille met zoete aardappel. En als je nu helemaal gemotiveerd bent om ook zelf te gaan meal preppen, dan kan je alles nog eens nalezen op Njam.tv. Ciao!